welkom. Dit is een kleine update van mijn kant. We zijn echt nog een paar dagen verwijderd voordat Jesper en ik naar Zweden vertrekken. Om zowel mee te doen aan de Predator Tour, een stukje vrij te vissen. En ik zit tot zelfs 23 mei in Zweden om daar te gaan gidsen. Deze video gaat over de laatste dag van het seizoen waar Jesper en ik gevist hebben. Het was echt een schitterende mooie lentedag. We hebben niet heel denderend gevangen, maar er is wel een mooie metervis uitgekomen. Dus dat is zeker het kijken waard. En er komen nog een aantal andere video's aan. Veel tips over hoe je met een waterrol vist, maar ook wat kledingtips. Echt de basis, slimme tips en tricks die wij vaak toepassen in Zweden om helemaal tijdens die koude omstandigheden heerlijk lekker warm op het water te zitten. En voor de rest veel voorbereidingen, want nog even dan gaan we naar Zweden toe. En het is spannend met het ijs, maar het komt goed. Maar allereerst deze video over hoe wij de laatste dag van het seizoen gedaan hebben. Dus veel plezier. Even de laatste dagen van het seizoen. Jesper en ik gaan vandaag eens even lekker op iets kleiner water. Maar wel verbonden met een van de grotere plassen in Nederland. We gaan eens kijken of we ze zowel trollend als werpend kunnen vangen. We zijn 's ochtends begonnen met trollen. We zijn nu denk ik een half uurtje bezig, nog een tikje gehad. Het water is nog wel erg koud hoor. Het is 6,2 graden. En voorgaande jaren was het meestal een graadje of 8, 9, misschien wel 10. En nu 6,3, 6,2. Spannend of dat voldoende is, maar als we ze hier niet kunnen vinden, dan gaan we ze gewoon lekker op de ondiepte zoeken en kijken of ze met trage jerkbaits kunnen pakken. Maar laten we eerst maar even gaan trollen en kijken of dat wat gaat opleveren. Dus we gaan hem even jerken. Tenminste, Jesper had... Hoeveel vuilniszak had je? Nee, 2 vuilniszakken, 3 winkelwagens en een fiets. Dus, en 1 aanbeet, die hebben we gemist. Dus nu maar even lekker smijten. Zonnetje komt er doorheen. Moet helemaal goed komen. Net een klein volgertje en nou duik deze voor mijn voeten erop, maar het is nog niet wild. Maar de eerste hebben we eruit en de aanbeet maakt alles goed, dus top. Wat ik graag in deze periode gebruik is jerkbaits, lekker traag kunnen vissen. Ik heb hier een jerkster die ik vaak gebruik. Dit is volgens mij al de derde die ik in een paar jaar tijd versleten heb. En wat ik graag met deze doe is ik haal de kogeltjes eruit, zodat ze lekker suspending zijn. En ja, dat zorgt ervoor dat je hem heel langzaam heel traag in de oppervlakte kan blijven aanbieden. Geweldige jerkbait van het voorjaar. Echt een topper. We'll be right back.
volgens mij heb je een keertje iemand anders is je tegengekomen. Maar, hè? We hadden net twee mooie volgers en eentje gemist, waarbij mijn reeuw in het water flikkerde, ook zoiets. Maar goed, we vinden wel vis, maar niet trollend, alleen maar werpend vandaag kennelijk. Ik heb 6 dagen aan smijten op de ondiepte, ik vind het wel even lekker. Schouder een beetje rust. Straks gaan we wel even knallen. Maar heerlijk lekker voorjaar weer. Heerlijk lekker voorjaarsweer. En heerlijk genoten. En niet heel veel vis gevangen, maar ja, wel veel vissen gezien. Ja, al met al gewoon top. En volgende stop is Zweden, dus tot dan. Yo!